Mijn eerste zending was in 1995, toen was dat op de Baranja. Nadien uh, ben ik eventjes nog wat meer werk gehad met de opdoeking van de dienstplichtorganisatie. En dan vanaf 1999 tot twee jaar geleden heb ik er dan nog vijf gedaan in Kosovo en drie in Afghanistan. Voor mij was dat na mijn werk bij de dienstplichtigen een van de mooiste zaken in mijn leven, door namelijk contacten te hebben met. De mens als mens, de mens achter de soldaat. Ik mocht eigenlijk deelgenoot zijn van hun leven, van wat zij aanvoelden. Ik mocht eigenlijk luisteren naar hun levensverhaal, hun angsten, hun vreugden, hun pijn en al wat gezegd. En daarbij was het ook nog vooral dan in Kosovo en in de Baranja, mocht ik eigenlijk ook luisteren naar mensen, plaatselijke bevolking, ook naar hun verzuchtingen, naar hun angsten en naar hun pijnen. In een van de kampementen waar wij zaten, kwam dus altijd een moeder met twee kinderen naar de viering. En op een bepaald moment kreeg ik de vraag of ze hun eerste communie mochten doen. Ik ben toen eventjes over en weer geweest naar de bisschop. En dat was geen enkel probleem. Dat was een van de mooiste vieringen. Mensen die elke week daar zaten. En ik heb dan mogen die eerste communie doen voor die kinderen. Nadien hebben we dan de mensen in de, in de compound gezorgd voor de taart en ja. Dat zei zo'n beetje wat mij bijgebleven is uit de Baranja. Als ik in uh, Afghanistan terechtkwam, daar was de situatie anders. In die zin dat we eigenlijk bijna geen contact hadden met de plaatselijke bevolking. Enkel met de man die, uh, dat ik hele goede contacten had, de man die de kleren maakte en mij op een bepaald moment vroeg toen ik over en weer ging naar België om te kunnen deelnemen aan de militaire Loerdersbedevaart, kreeg ik zijn bril mee en die met handen en voeten liet uit dat hij die bril eigenlijk kapot was en ik heb toen bij onze brillemaker geweest en die man heeft met plezier een nieuwe bril voor die man gemaakt.